Dames en heren, jongens en meisjes van DVS TV. Nog 5 wedstrijden te gaan. En vandaag staat op de rol de thuiswedstrijd tegen Stedoco. 5 wedstrijden, Roeland. En dan heb je je groep helemaal gezond. Dat is een compliment aan de staf. Dat is ook een compliment aan de medische begeleiding. Fantastisch, Roeland. Ja, fantastisch. Het is zeker belangrijk in de laatste periode dat je echt speelt om de prijzen. Of dat nou een handhaving is of voor die 7e plek. In dit geval de 7e plek, hè. Want ik denk dat we zo goed als veilig zijn. Ja, dan moeten je spelers topfit zijn en dan moet je je groep compleet hebben. Dan gaat het ergens om. En dat is in dit geval op Daan en Emran na dan. Maar zijn we zo goed als compleet. En dat is dan toch heerlijk dat je gewoon echt met die voltallige selectie kan blijven trainen. En het valt me op dat je daar ook voor kiest. Dat je vrij veel traint en vrij weinig oefenwedstrijden speelt door de week. Is dat volgens plan, Roeland? Ja, de meeste spelers die spelen eigenlijk elke week wel. Hè. Dus wij roleren altijd wel een beetje met spelers die naar het tweede gaan. Er zit ook wel een vaste kern die bij het tweede speelt. En een aantal spelers roleren wat mee. Dus bijna iedereen komt altijd wel aan spelen toe. Er zijn maar een enkeling die we echt wat meer bij de groep houden. Om eigenlijk steeds tactisch wat te kunnen doen of iets te kunnen veranderen. Dus over het algemeen spelen gewoon alle spelers gewoon heel veel wedstrijden. Maken ze veel minuten. En dat is eigenlijk de keuze. En de boel fit houden. En met elkaar eigenlijk gewoon die laatste paar wedstrijden nog ingaan. Ik moet het toch even kwijt, want ik wil je graag even meedelen. De tussenstand bij het tweede, misschien weet je het ook al. Apeldoorn DVS 2, 2-4. Ik hoorde het net, ja. Je hoorde het net ook? Nou, dat is toch weer mooi, hè? Want die jongens die pikken natuurlijk het niveau van de A-selectie mee. En dat is overduidelijk te zien, middels die bovenste plek. Nou, ik heb voor twee ook. Ik heb van ons is van groot belang natuurlijk, ook omdat er veel spelers vanuit één meedoen altijd bij twee. Het is van groot belang dat het tweede gewoon goed draait en dat het goed in elkaar zit, goed georganiseerd is. En dat is gewoon het hele seizoen al het geval. Ze spelen gewoon goed voetbal, goede wedstrijden. Dus ook daarin kunnen de spelers van één prima wedstrijden spelen. En ook de jonge spelers van twee kunnen ze daar goed in ontwikkelen. Dus het is fijn dat zij ergens om spelen. Ik heb donderdagavond de training gezien van de A-selectie. En ik heb zo'n gevoel dat er vanmiddag weer een mooi potje op de mat wordt gelegd. Ja, nou ja, kijk, ik denk wel dat wij prima getraind hebben. Leid ik dat niet altijd aan elkaar af. Want het is altijd weer afwachten. Maar ik heb wel het gevoel dat de groep er gewoon klaar voor is vandaag. En gewoon nog een keer wil pieken thuis. Goede wedstrijd wil spelen weer. En we willen gewoon de druk erop houden. Dus dat is van groot belang. Maar we moeten wel oppassen voor onderschatting vandaag. Want ook zij spelen natuurlijk gewoon voor lijstbehoud. Een gaatje van 5 punten. Maar die zullen er alles aan doen. En we moeten gewoon echt elke week gewoon een hele goede dag hebben. Willen wij gewoon voor de volle winst spelen. Ja. Maar ik zeg dat eigenlijk ook. Omdat je beschikt over de voltallige basis. En die zullen er ongetwijfeld wel weer zin in hebben. Want die misten verleden week natuurlijk een paar spelers. Ja, dat is ook zo. Maar ja, kijk, ik denk wie er ook staat, de spelers laten ons nooit in de steek, laten elkaar niet in de steek. En ik moet zeggen dat we elke week gewoon goede wedstrijden spelen. We hebben echt wel één keer een wat mindere wedstrijd gehad. Maar over het algemeen doen we altijd mee om een goed resultaat te halen. Ook vorige week weer hebben we weer een fantastische teamprestatie geleverd. Toen zat er niet meer in als 0-0, als een punt. En vandaag zullen we echt gewoon weer moeten knokken met het hele team om 3 punten te halen. Ja, want dat is natuurlijk de basis, hè? Inzet, knokken, et cetera. Ja, daar begint het bij, of daar begint het mee. En daarbij is het altijd prettig als je gewoon een goed speelplan hebt en een goede identiteit van spelen. En ik denk dat we dat hebben. Oké, heel veel succes vanmiddag in deze wedstrijd. Dankjewel. En de wedstrijd tussen DVS 33 en Stedoco is begonnen na een werkelijk sublieme actie van de zoon van Okan Sojkan. Die met een schaarbeweging notabene de keeper van Stedoco passeerde. Ja, dat is toch een prachtig begin van deze wedstrijd. Die zoon van Okan Sojkan, ik denk dat die dus gescout is door Vitesse op een van deze scoutingsdagen op het DVS terrein. En inmiddels dus balbezit voor Stedoco. Boom slingert die bal voor. Dan staat Edmund Meijner goed opgesteld. Kan de bal wegkoppen. Kai Velda, een foute bal daar op de nummer 16. Loopt goed af voor DVS. Daar was Fosie meteen gevaarlijk.
Bal blijft binnen. Maurice de Ruiter. Maurice de Ruiter. Kai Velda. De ruimte voor Yasin Koert. Yasin Koert. De bal aan Ali Akla. Ali Akla gaat schieten. En dat is een prooi voor keeper Steinman. Mike Arends. Mike Arends ziet daar Kai Velda vertrekken. En die kopt daar de bal heel mooi over keeper Steinman. Wat een subtiele bal van Mike Arends op Kai Velda. Geen buitenspel. En maakt fantastisch de 1-0. Een hele mooie paas van Mike Arends op de vrijstaande Kai Velda. En die kopt hem keurig over keeper Steinman heen. Zo komt DVS op een 1-0 voorsprong tegen Stedoco. Steinman met de bal naar voren. Daar kan Harry Pinassi niet bij. Goed verdedigend werk daar van Joran van Roald de Vries. Roald de Vries op Mike Arends. Mooie aanname. Keurige aanname. Mooie combinatie daar. Zo komt de bal terecht bij Maurice de Ruiter. En die ziet daar Mike Arends. Jammer dat daar een verdediger tussen zit. Want anders had je een fantastische aanval gehad. Nog steeds balbezit. Weer een indraaiende. Ja, prachtig vrijgelopen door Fauzi. Ook in Hoornaar. Toch een gevaarlijk mannetje. Ik zie nog zo zijn kopbal rakelings langs de doelpaal gaan in Hoornaar. Yasin Koert. Mike Arends. Prachtige balbehandeling, Mike Arends. Daardoor blijft DVS in balbezit en kan gevaarlijk worden nu via Maurice de Ruiter. Maurice. Mooie beweging. Alsnog speelt hij zich vrij. Maar deze was hij bijna kwijt en komt die bal toch. Maurice die tot nog toe een ongelukkige wedstrijd speelt. Dan mag hij zich een beetje aan gaan rekenen. Ali Akla. Harry Pinassi. Ja, Yasin Koert. Ali Akla. Joran van Zanten, mooi gevoetbald. Dan komt Roald de Vries. Roald de Vries. Een balletje vallen voor Kai Velda. Kai Velda gaat schieten. Balletje gaat een metertje naast de goal van keeper Steinman. Stedoco, Godeke gooit. Harry Pinassi kopt. Yasin Koert kan hij daarbij. Fauzi gebruikt daar sterkste lichaam. Ali Akla. Goeie aanname. Keurige beweging. Gaat hij daar net niet de bal brengen bij Maurice de Ruiter. Maar deze aanval loopt nog verder via Yasin Koert. Komt de bal weer bij Ali Akla. Yasin Koert. Gaat hij die bal voorgeven? Die bal gaat heel hoog voor. Nee, dat wordt een hoekschop voor DVS. Mike Arends. Goeie bal daar hoor. Kan Ali Akla net niet koppen. Mike Kai Velda. Oh, wat jammer. Bal een 50 centimeter over de goal van keeper Steinman. Tot nog toe een totaal andere wedstrijd als in Hoornaar. Toen het echt een hele mooie show was van DVS 33, die eerste helft. Maar Stedoco heeft zich er goed op ingesteld. En speelt hier tot nog toe een voor DVS 33 lastige wedstrijd. Komt die bal. Daar voor de voeten van Harry Pinacci. Schot. Yo! Kai Velda. Hij was er weer rijp voor. Edmund Meijner. In de richting van Maurice de Ruiter. Nee, Ali Akla. Ali Akla komt in balbezit. Gaat schieten. Deze bal gaat tegen de camera. Boven de goal. Daar Godeke. Een beetje een moeilijk momentje. Nieuwe combinatie. Yasin Koert, Ali Akla. Mike Arends. Mike Arends. Op de inkomende Kai Velda. Prachtig laten gaan. Maurice de Ruiter. Maurice de Ruiter. Mooi. Hard. Strak schot. Maar goed doorzien. Door de keeper. Overname DVS. Mike Arends. Keurige actie. Dus op snelheid. Gaat die man ook voorbij. Gaat de 16 meter binnen. Ziet daar achterin Ali Akla. Maar dat is die verdediger. Die nummer 6. Partijn tussen. Ali Akla. Joran van Zanten. Mike Arends. Mike Arends, mooie beweging. Oh, wat doet hij dat keurig. En een mooie bal daarop. Yasin Koert, kan hij daarbij? Kan hij de bal vol? Nee, ja. De aanval loopt nog door. Yasin Koert. Ingooi Stedoco. Boom. Te verre gooi. Gaat de 16 meter daarin. Maziel Kamara.
Komt de schot daar. Goeie redding daar van Paul Epping. Ali daar goed tussen. Mogelijkheden hier. Goeie bal op Christian van den Kamp. Gaat 1-op-1 komen met keeper Steijman. Wat gaat hij doen? Hij schiet op de keeper. 100% kans hier voor Christian van den Kamp. Moet eigenlijk die goal gewoon maken. Kaivelda. Het moet mij neer. Kaivelda. Is wel kort die bal. Loopt het goed af? Nee. Dan moet hij rennen. En die bal gaat over de achterlijn. En er wordt een corner voor DVS. Dat daar gewoon achterin er even niet goed uitzag. Godeke met die corner. Neemt hem kort. Op Tokul. Godeke heeft het er wel terug. Op het lichaam van Edmund Meijner. Ali Akla kan er vandoor. Ali Akla op snelheid. Kijken wat dit gaat brengen. Gaat de 16 meter binnen. Hij heeft twee man voor zich. Gaat hij keurig langs heen. Nog steeds balbezit daar. Ah, dan gaat het via de 20 boom. Had Stedoko balbezit. Maar nu Ali Akla. Ali Akla gaat schieten. Nee, schot net te zacht. Aantal mogelijkheden op rij voor DVS 33. Maar afwerking net niet zuiver genoeg. Harry Pinashi. Christian van den Kamp. Ali Akla. Ali Akla. Eén man kwijt. Ali Akla. Twee man kwijt. Gaat de 16 meter in. Gaat schieten. En schiet daar net bij de tweede paal naast. De ingeleidende David van de groep kon ook niet bij die bal. Maar op zich mooie kans. Een mooie actie vooraf van Ali Akla. Ingooien sporksleden. Joran van Zanten. David van de groep. Ali Akla. Yasin Koert. Bal over de zijlijn. Goed gezien door de grensrechter dat die bal werd getoucheerd door die speler van Stedoko. Nee, de scheidsrechter overroelt. Toch de ingooi voor Stedoko. Sporksleden. Van der Waal. Brengt die bal bij Faouzi. Faouzi schiet de bal in de hoek. Stedoko flikt het dan toch. Na eerst het rare moment hier aan de zijlijn dat die ingooi eigenlijk gewoon voor DVS is. Aanval loopt door en Faouzi kan in de allerlaatste minuut van deze wedstrijd de 1-1 maken. Wat komt dit hard aan hier voor DVS? Roald de Vries. Kan het dan nog één keer? Op Ali Akla. Ali Akla. Ali Akla op avontuur daar. Eén man voorbij. Twee man voorbij. Gaat schieten. Raar stuitje in die bal. De keeper heeft hem niet vast. Maar daar is David van de groep niet op tijd bij. Roald de Vries op, terug op Paul Epping. Paul Epping. En daar fluit de scheidsrechter voor de laatste keer deze wedstrijd. DVS Stedoko eindigt in een 1-1 gelijkspel. De analyse van deze wedstrijd met beide trainers, de heer Virgil, mag ik Virgil noemen? Breedveld en Roland ten Berge. Virgil, de eerste wedstrijd in Hoornaar. Toen sprak je met zeer veel respect over DVS 33. Dat hebben ze vandaag niet helemaal waargemaakt? Nou, ik vond het was wel wat minder dan dat het in de uitwedstrijd was. Maar daar was het ook wel erg goed, moet ik zeggen. Zeker de eerste helft dan. Het zag er nu wat minder zeker uit als normaal. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat zij wel de bovenliggende ploeg waren vandaag. En dat wij bijna niet in staat waren om iets te creëren. We hadden een aantal keuzes gemaakt. Dat pakte ook niet echt goed uit. Dus we zijn wat aanvallender gaan spelen toen we achterkwamen. We zijn later in de wedstrijd hebben nog een extra spits erbij gebracht. Ja, dan ga je heel erg Fabank spelen. En dan krijgen zij denk ik nog een aantal goede mogelijkheden om de winnende te maken. Ook dat gaat wel vooraf. Of daar gaat wel een fout van ons aan vooraf weer. Ik vond het van onze kant te weinig. He, wij kunnen beter, we hebben het beter laten zien. En nu twee keer tegen DVS hebben we gewoon niet gebracht wat we kunnen brengen. En ja, we lopen eigenlijk achter de feiten aan. En zij voetballen gewoon zo makkelijk. Ze voetballen er makkelijk onderuit en dat doen ze goed. Hele redelijke analyse moet ik zeggen. Mooi, knap gezien. Oh, ga nog even door, sorry. Nee, ik wou zeggen dat zij dat voetballend goed doen. En ik vind eigenlijk met de manier waarop ze spelen, ook de spelopvatting, dat DVS te laag staat voor op de ranglijst. Alleen ja goed, hoe hoger je wil spelen, hoe vaker je zou moeten winnen.
En wij komen gewoon goed weg. Natuurlijk nemen we alle risico's. Nou, dan valt één keer een balletje goed. We hebben nog wel een paar momentjes die we beter uit moeten spelen. Maar dat ene balletje valt dan goed. En dan maak je nog de 1-1 in de laatste minuut. Daar moeten wij gewoon heel erg blij mee zijn. Want we hebben de punten gewoon heel erg hard nodig. Inderdaad. Nou, weer complimenten, Roland. Maar daar koop je niet zo heel veel voor. Waar heeft DVS het laten liggen? Nou ja, op meerdere vlakken denk ik. Want... Ik denk dat wij vandaag gewoon niet ons niveau hebben gehaald. En dat heeft ook wel een beetje met tegenstander te maken, denk ik. Want die gingen de eerste helft, vingen ze ons wat op, hielden dat compact. Af en toe gingen ze wat storen op onze laatste lijn. Wij speelden te veel breed, vond ik. En te veel rond. Op een gegeven moment komen we wel in die wedstrijd door die call van Kai Velda. Een goede voorzet van Mike. Ja, dan verwacht je eigenlijk dat we doorgaan en dat we in ieder geval het tempo aan de bal gaan bepalen zoals we dat graag willen thuis. En het baltempo lag gewoon te laag en te afwachtend. Het was allemaal zoeken of we de middenvelders konden inspelen. Dat lukt allemaal niet. En, ja, ik kan me voorstellen dat mensen dan denken ook van er zit weinig beleving op, dat vonden wij ook. Maar goed, aan de andere kant, ja, je hebt ook twee teams nodig die er een volle wedstrijd van maken, dat het op en neer gaat. Maar goed, ik moet naar ons kijken en ik vind ook dat wij vanuit balverovering ook te weinig diep hebben gespeeld. We konden veel eerder vooruit. Dat waren ook momenten dat we niet gegroepeerd stonden. Maar ja, aan de andere kant, als je toch weer kijkt, dan vlak voor rust met Kai krijg je die 100% kansen. Die kan hem gewoon volgens mij van 5 meter binnenschieten, die bal die afvalt bij die corner. En schiet hem hoog over. Gaan we in rust. En de rust hebben we ook duidelijk gezegd van we moeten wel op zoek gaan naar 2-0. Want anders gaan we dat op ons afroepen. En ik denk dat we direct na rust weer een 100% kans hebben gehad met die bal voorlangs die gespeeld werd, waar we net niet bij konden. En daarna komt Chris nog een keer alleen voor de keeper uit. Die komt op zijn rechterbeen uit. Komt daarna wel weer op zijn linker, maar zit de keeper al te kort erop. Daarna Ali nog een keer een 100% kans alleen voor de keeper, wat we niet goed uitspelen. Ik heb gewoon 400% kansen geteld waar gewoon een goal uit moet komen. En dan is zo'n wedstrijd gewoon beslist. We gingen steeds meer ruimte weggeven de tweede helft. En daar zijn wij normaal ontzettend goed in om daar goed van te profiteren. En die echte scherpte daarin om dat goed uit te spelen, dat heb ik wel een beetje gemist vandaag. Ja inderdaad. En dan wordt de wedstrijd op het laatste toch nog beslist door een kleine communicatiestoornis in mijn ogen tussen de grensrechter en de scheidsrechter. Waarvan ik dacht dat DVS een duidelijke ingooi zou krijgen. Maar die kreeg Stedoco en daaruit werd gescoord. Virgil, ben je het met mij eens of niet? Ja, nou ja, goed. Zij werken een bal weg, die schampen wij nog. Dus dan is die voor hun. En de grensrechter gaf hem aan DVS en de scheidsrechter zag het anders. Die bepaalt uiteindelijk. Kijk, ik vind het te ver gaan dat dan die goal op dat konto geschreven moet worden. Maar goed, als zij wel een ingooi krijgen, komen wij niet in die situatie. Dus als zij het daar beter oplossen, dan valt die goal ook niet. Ik moet wel eerlijk zeggen dat een ingooi was voor hun op dat moment. Want wij zaten daarvoor. En we hoorden dat hij geraakt werd. Dus dat is wel zo. Hè? Maar om ook even terug te komen op wat Roland zegt. Kijk, zij krijgen een aantal 100% kansen. Ik moet zeggen dat wij krijgen de eerste kans. Ze spelen een bal zo terug op Mo. Die kan zo doordraaien. Ja, die maakt de verkeerde keuze door terug te draaien. Maar dat neemt niet weg, nogmaals. En ik moet er wel oppassen, want ik blijf te veel complimenten geven. Maar dat zij gewoon de bovenliggende partij waren. En heel makkelijk aan de bal en veel beweging. En wat hij ook aangeeft van we missen de beleving. Ja, die misten wij in de warming-up al. En dan moet je eerst weer boos worden en dan moet je in de kleedkamer weer aangeven. Ja, dat gaat zo moeizaam en ik vind dat vanuit spelers zelf moet komen. En wij moeten iedere keer maar de boel motiveren. En dan denk ik, ja, weet je, je speelt voor je laatste kansen. Je hebt nog maar een paar punten nodig. Ga ervoor met z'n allen. Dat heb ik bij mijn ploeg ook gewoon gemist. Dus dat vind ik wel jammer. Ja, dat is inderdaad jammer. En natuurlijk ook heel erg jammer dat DVS niet die 3 punten heeft gepakt. Want dan speel je gewoon nog ergens voor. En die kans die wordt nu natuurlijk wel steeds kleiner, Roland. Ja, je wilt ook zo hoog mogelijk eindigen. En alle ploegen die een beetje bij ons in de buurt onder ons stonden, ja, die hebben punten laten liggen. Dus het was een mooi moment geweest om daar naartoe ook een groot gat te trekken. En daarbij, je blijft gewoon meedoen om plaats 7. En dat wordt gewoon nu heel moeilijk. Of GVV moet nog verliezen en dan heb je nog een hele kleine kans. Maar dat is ook wat ik voor die tijd zei. Van, we kunnen wel heel veel gaan berekenen en gaan praten over een positie. Maar je moet wel zelf je niveau halen. Je moet iedere keer gewoon goede wedstrijden spelen om te winnen. En we hebben het vandaag gewoon laten liggen wat nooit had mogen gebeuren. Ja. Inderdaad, een hele duidelijke conclusie. Over 2 weken spelen jullie tegen? Boem, ik even schakelen. Ik dacht Scheveningen uit.
Scheveningen uit. Ja. Ja, mooi. En jullie spelen over 2 weken? Wij mogen tegen Spakenburg thuis. Dat is een makkie. Nog een aardig programma staan, dus het wordt nog lastig genoeg. Ja. Wat hebben jullie concurrenten gedaan? Lisse heeft gewonnen thuis van Sneek met 2-1. Dus die loopt weer 3 punten in. FFA heeft verloren. Dus het staat kort bij elkaar. Het wordt overal spannend rond de 7e plaats voor het kampioenschap. En onderin. En daar doen wij mee. En wij zijn eigenlijk voor het seizoen al heel veel teams al afgeschreven. En in de winterstop zijn we helemaal afgeschreven. We hebben toch een tweede leven gehad. We zijn opgestaan en we hebben met heel veel strijd en bepaalde wedstrijden ook goed voetbal hebben we punten gescoord. Vandaag is het achtergebleven, maar we hadden wel een puntje. Dus daar zijn wij wel blij mee. Ja, inderdaad. Goede conclusie. Oké, bedankt voor deze analyse. Bedankt, Roland, voor deze analyse. Bedankt. Succes. Ja, oké.